Want er zaten ook metalen stokjes in die heel erg leken. Die leken heel erg op het begin van het stopcontact, maar dan zeg maar zo lang of zo. Ja. Dus ik denk, nou, ik pak zo'n stokje, ik stop hem in het stopcontact en als ik er dan wat aan doe, gaat dat bewegen. Dus ik doe er eerst eentje in. Ik doe er eerst eentje in en er gebeurt niks. Dan heb je geluk gehad. Ik denk, nou, misschien moet je in allebei de contacten een stokje steken. En dan werkt het wel. Dus ik steek volledig het andere stokje erin. En al de stroom staat over me heen. Ik sta volledig onder stroom.